kijk naar de rechtstreekse NOS-uitzending van de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Op NPO 1, 2 en 3, BVN en ook regionale omroepen. Om 8 uur worden alle Nederlandse slachtoffers van oorlogsgeweld herdacht. 2 minuten is het dan stil voor alle burgers en militairen die zijn omgekomen of zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Zuidoost-Azië. En voor de slachtoffers ook die vielen tijdens de koloniale oorlog in Indonesië. En ook voor alle die zijn omgekomen bij oorlogssituaties en vredesoperaties waar Nederland bij betrokken is geweest. Er gelden hier op de Dam extra veiligheidsmaatregelen. Aanleiding daarvoor is voor de gemeente de toegenomen spanning in de maatschappij en ook een grote actiebereidheid. Amsterdam heeft dus maatregelen genomen, wil een waardige en veilige herdenking. En ja, de meest zichtbare maatregel is het aantal mensen dat hier mag zijn. In de regel, zo rond dit tijdstip, zo rond de 20.000, maar nu maximaal mogen er 10.000 mensen zijn. Maar dat zijn er volgens de laatste schattingen zeker niet zoveel. 3.000 ongeveer, naast ook deze, bijvoorbeeld deze genodigden. Die zaten eerder bij de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Het orkest Koninklijke Luchtmacht met de speciale 4 mei-compositie Tot de Doden. De componist Rob Goorhuis. Het wordt voor de 25e keer gespeeld hier. En er zijn nog steeds mensen onderweg vanuit de 3 toegangspunten die naar de Dam toe leiden vanavond bij het Damrak, het Rokin en de Paleisstraat. Want daar heeft iedereen, en ja, de politie, die heeft iedereen daar gefouilleerd. Niemand mag spullen bij zich hebben waarmee deze plechtigheid kan worden verstoord. Geen vlaggen bijvoorbeeld, geen borden of geluidsversterkende apparatuur. Demonstreren is vanavond op de Dam verboden. Het paleis staat in de steigers. En bovenin stond altijd een beeld. Het is een paar weken geleden naar beneden gehaald. Dat wordt gerenoveerd. U ziet het, u herkent dit beeld. Het bekende beeld van de 2 minuten stilte. Dit jaar dus zonder het beeld vrede dat wordt gerenoveerd. De ceremonie van de Nationale Herdenking die zal zelf niet anders zijn. Kransleggingen, toespraken en dus muziek. Thank you.
Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin. Geef acht! Jos Kouwmans is de ceremoniemeester vanavond, vicevoorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Rechts naast de koning loopt de voorzitter, Wim van der Donk. Daarachter burgemeester Halsema van Amsterdam, zij zal straks spreken. Premier Rutte ziet u daar rechtsachter. En daar weer achter voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin. En ook voor het eerst dit jaar voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma. En helemaal achterin Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland. Op weg naar het Nationaal Monument. Waar de koning en de koningin de eerste krans zullen leggen. Tijdens de nationale herdenking herdenken we allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord. Zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. De Holocaust, oorlogsgeweld, terreur en onderdrukking hebben in onze samenleving diepe sporen achtergelaten. Alle herinneringen en emoties komen samen tijdens de nationale herdenking. Daarbij beseffen wij dat bij gewapende conflicten, zoals op dit moment in vele delen van de wereld, tot op de dag van vandaag onschuldige slachtoffers vallen. Zo dadelijk om 8:00 is het overal in Nederland stil. 2 minuten waarom we ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen en mogen zijn. Wij doen dat in blijvende dankbaarheid jegens allen die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen, leggen Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin als eerste een krans bij het Nationaal Monument.
En dan nu de 15-jarige Marijn Spruit uit Sittard over haar Indische overgrootouders. Met de fiets een ijs halen in Duitsland. Dat is heel normaal voor mij. Maar zo'n 80 jaar geleden moesten ze daar niet aan denken. Nu kan dat gelukkig wel. Door de soldaten die vochten voor onze vrijheid. Waardoor we nu...